Ik zit in de auto en jullie hebben haar al gehoord. Dat is mijn talige dochter Karin. Ja, dus ja, en die moet haar hoofd natuurlijk bij het verkeer houden. Oh, dat was het slot, geloof ik. Ja, die gaat automatisch. Karin helemaal happy, want die heeft haar knuffel gevonden. Ja, ja. Hé, Karin? Ja. Ja, zeg. Nou, geef hem dan een knuffeltje. Ach, godje, je lief. Lieve vrienden, een hele goede morgenmiddag is het eigenlijk. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog. En voor dit keer zomaar uit de auto vandaan. Ja, ik ben dus ook niet alleen, maar dat komt zo. Ik zou zeggen, welkom dus bij een nieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. En het is vandaag alweer reeds zaterdag. 3 december. 3 december 2022 en de tijd dat is 2 uur 27 geloof ik. 2 uur? Nee joh, nee, het is 13 uur 18. 13 uur 18, ja. Ik zag dus bijna half 2. Ik zag een paar cijfertjes staan, dus wat boeit het. Ja, het begint al leuk. Dus nou ja, en zoals ik al zei, ik zit in de auto en jullie hebben haar al gehoord. Dat is mijn talige dochter Karin. Ja, dus ja, en die moeder hoofd natuurlijk bij het keer houden. Oh, dat was het slot, geloof ik. Ja, die gaat automatisch. En kijk uit en dat u niet tegen mijn telefoon aankomt. Ja, oké. Dus ja, we gaan er gewoon een leuke, gezellige middag van maken. En ja, helaas, ik had me natuurlijk weer verslapen, maar... Zoals bijna altijd. Maar het kwam ook ergens door, hè? Ja. Hoe vaak ik vannacht wel weer niet rechtop heb gezeten, je wilt niet weten. Ja. Dus... Als ik zeg... Jij gaat daar naartoe. En ik wil eigenlijk die route aanhouden. Dus ik doe gewoon even die startroute. Ja, sorry. Dus ja, dat dus. Ja, dat heet met zo'n auto waar een scherm in zit. Dat je de weg kan zien en alles, weet ik veel wat. Een navigator. Ja, vroeger moest ik dat doen. Navigator, een navigatiesysteem. Ja. Een navigator. Ja. Ja, maar in ieder geval, vroeger moest ik het doen met de Elfstedentocht. Dan krijg je een heel boekwerk en moet je alles voorlezen, stapsgewijs. En dat is allemaal dus niet meer nodig met deze auto. Ik ga stuk. Een navigator. Legt er eentje in een deuk omdat ze mij uitlacht. Ja, netjes hoor. Heel netjes hoor. Lacht ze de moeder uit? Nee, ik lach u toe. Ja, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon gezellig met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Thank you.
even wachten. Ze maken even een foto. Ja, geen foto. Ja ook. En ze maken net een foto van El van daarnaast. Maar iedereen die focust zich daarop en daar is ook nog gewoon even wachten. Want anders dan heb je iedereen in beeld. Mm-hmm. Mooi hè? Boy.
Paar mensen heeft ze allemaal komen. Karin helemaal happy, want die heeft haar knuffel gevonden. Ja, ja. Hé, Karin? Ja. Ja, zegt nou, geef hem dan een knuffeltje. Ach, godje, je lief. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer, ja, op gewoon weer lekker in mijn warme huisje. Ja, ik moet niezen. Hé, hey, jongens. Hé, ja, vrouwtje moest even niezen, mag toch? Ja, dacht ik ook. Het is inmiddels 5:09. Ik moet de computer nog aandoen en alles. En ik zal straks Mary terugbellen, want die heeft hier naartoe gebeld. Dus die zal ik zo even terugbellen. Maar het was super gezellig. En ja, door alles eigenlijk. Ook door de kou hoor, want het is buiten echt gemeen koud. En al hoef je met 2 tellen buiten te staan, dan vliegt het bij mij weer naar mijn hoofd toe. En dan moet ik eerst weer warm worden voordat het bij mij echt weer wat overgaat. Maar oké, ik heb ook een broodje klaargemaakt, ik heb koffie klaargemaakt. Ik ben inmiddels al naar de wc geweest, dus ja. Maakt allemaal niet uit. Maar in ieder geval, wat ik zeggen wou, het was mooi. Het was berig gezellig, samen met Karin lekker de hort op naar de boet. Zo heet dat gebouw. En ja, jullie zien het wel in de vlog, want ik heb mooie beelden geschoten, dacht ik. Ja. Echt hartstikke leuk. Maar in ieder geval, ik ben blij dat ik ook wel weer thuis ben. Want ja, met die kou. Blah. Ja. Maar in ieder geval, dan ga ik ook even een hapje eten. Want daar heb ik ook zin in. En ik heb ook even brood uit de vriezer gehaald. Want ik moet morgen trouwens boodschappen doen. En dat moet gebeuren. Ik moet zo meteen kijken hoe mijn booster werkt. Want die, ja, ik, oh mijn hemel. Ik heb er een heel zwaar hoofd in. Maar ja, komt allemaal goed. Als ik maar boodschappen kan doen in eerste instantie. Want dat is morgen het voornaamste wat ik echt moet doen. Want ik
anders heb ik niks meer. Ja, ik heb geen brood meer. Zo wordt geen vleeswaren meer. Ja, ik nog wel wat, maar niet veel. Nou, dan krijg ik liever toch ook voorraad, want je weet me nooit. Als je ziek wordt, dat je dan toch in huis hebt, weet je. Ja, hé, ja, dat moet wel. Ja, echt wel. Dus, maar dat komt allemaal goed. Dat komt morgen weer een dag. Ik heb er net wel bij een of andere Lidl, geloof ik dat die heette, die winkel. Heb ik even een zak knabbeltjes gehad voor vanavond. Dus, hey, joh. Oh, dankjewel. Kom maar. Kom dan, 1, 2. Oeh. Zo, nee, dat is voor vrouwtje. Dat zou jij wel willen. Is het voor vrouwtje? Ja. Oh, lekker ding. Oei, oei, oei. Oh, ik krijg een kusje van jou. Oh. Hé? Hey? Joh. Nee, dat is voor vrouwtje. Blijf jij lekker vanaf. Ja. Nou, doe maar weer. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze met alles wat jullie doen. Maar geniet ook gewoon weer met ons mee. Ze zeggen, tot later. Ja, ik zit weer op mijn bed en dat houdt in dat ik lekker ga slapen. Elmo die ligt hier lekker naast me. Ja. En daar gaat de krant al heen. Hé? En onder die grote bult hier ligt Rijka. Ja, dus ja, komt helemaal goed. Hé? Ja, nou. Ja, toen had ik hem niet goed vast. Even geduld. Dat was mijn hand. En zo. Hé, zo nou. Ja nou. Oh. Gaan we eens lapje doen. Hè? Jij. Ja, Lucie. Hé, ja nou kan dat. Gaan we slaapje doen. Hè? Gaan we slaapje doen. Hè? Ja, hè. Gewoon slaapje doen. Nou ja, en zoals ik zei, daar ligt Rijka waar ik met mijn voet beweeg. En dus ja, helemaal goed. Dus, nou, dan gaan we lekker slapen. Ja toch? Zeg maar ja, we gaan slapen. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Hoe laat het is, ja, weet ik veel. 13 minuten over 3, dus loopt er weer tegen 3:30. Maar wat is buiten koud? Ja, ik ben blij dat ik een warme kruik bij me heb. Maar het maakt allemaal niet uit. Hè? Nee. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En over een aantal x uur aan de andere kant van de nacht, ik zou zeggen, tot dan. Sing in exaltation, sing.